Ik ben Mingvan. Ik ga vandaag kipfilet met zwarte bonensaus maken voor je. Wat ik nodig heb is natuurlijk kipfilet en zwarte bonen. Dat is uit deze zakje. Ik heb alvast in water gedaan. En daarnaast heb ik knoflook nodig en shallot nodig. En omdat ik van pittig houd, heb ik een Spaans peper erbij gedaan. Maar als je niet zoveel pittig heet, dan niet gebruiken of minder gebruiken. Voor de grond heb ik gekozen bamboe, postuitjes, puntige paprika en champignons. Maar maakt niet uit wit of kastanje champignons, want ik heb toevallig dit in mijn huis, dus gebruik dit. We beginnen eerst met kipfilet marineren. Maar ik ga vandaag een handschoen gebruiken. Ja, ik heb een wondje in mijn hand. Dus. Ik heb net de kipfilet al afgespoeld. Dus er zit nog een beetje water aan. Ik ga ze eerst even droog deppen. Ik probeer ze in plakjes te snijden. Eerlijk gezegd werk ik toch wel, vind ik makkelijkst te werken met zo'n hakmes. Om alles te doen. Misschien is het gewond of zo. Ziet er eng uit, maar werkt voor mij het makkelijkste. Het laatste stuk even plat drukken. Beetje zout. Peper. Beetje vetting. Oestersaus. Heel klein beetje rijstwijn. Even mengen. Olie erin. Oh, ik moet nog een beetje aardappelzetmeel hebben. En dan is die klaar. Die zetten we nu even apart. Gewoon met de water. Die zet ik op vuur alvast. Schoonmaken. Ik heb nu bamboe hier. Ga ik een plakje snijden. Mooi zijn ze, hè? Vind ik van wel. En dan doe ik het in water. Laat die even koken, want die is vers ingevroren. Dan ga ik maar verder met andere groenten te snijden. Ik begin met paprika. En zo. Bosuitjes. En peper. Charlotjes, die ga ik lekker fijn snijden. En als bijna laatste heb ik hier knoflook. Plat drukken. Grof fijn, niet helemaal pureren. Als laatste heb ik hier al geweekte zwarte bonen. Ik heb water weg. Nou, ik ga ze deze keer niet fijn snijden, want ik wil juist die nou. Zometeen als je eet, heb je nog zo'n boontjes in je. Deze is ook al goed. Die is al goed gekookt. Ik doe deze ook hier erbij, want anders vergeet ik erin te doen. Gebeurt er wel eens. Nou, handschoenen kan nu weg. Ik ga nu wokken. Eerst kip ga ik maken. Genoeg olie erin. Als je de kipfilet garen koopt, moet er wel echt genoeg olie erin. Het is eigenlijk een andere soort van frituren, maar met minder olie in dit geval. Het spet een beetje, dus je moet uitkijken. Je hoeft maar even kort, heel snel. En kipfilet is heel snel gaar. Als je nu hier naar mijn kipfilet kijkt, die is echt heel mooi glanzend. Ik heb in een zeep gedaan, zodat de olie uit kan lekken. Kipfilet hier ziet echt super lekker uit. In de wok zit nog wat olie in. Dan ga ik alvast groenten koken. Ook gare wok alvast. Ik begin met de bamboe en champignons erin te gooien. En de onderkant van bosuitjes. Ik heb iets meer olie nodig, denk ik. Ik kan mooi deze olie gebruiken.
En de paprika erbij. Even korte groenten gewokt. En die doe ik gewoon hier erbij. Ik ga eerst die saus maken. Een beetje olie erin. Niet te hoge vuur nu. Ik kan nu die knoflook erin doen. En daarna gelijk zwarte bonen nog. Bakken totdat de smaak, dat je ruikt, zwarte bonen smaak uit te komen. Doe ik nu die shallot erbij en peper. Heeft alles nou goed laten bakken. Ik ga ondertussen een beetje warm water halen. Hey! Volgens mij werkt die peper al. Voeg nu water toe. Nu laat ik ze koken met water. Eerst met hoge vuur, zodat die aan de koken brengen. En daarna heel rustig laten sudderen. Zodat echt smaak van zwarte bonen en uien en al die kruiden hier in de water komt. Nou, dan heb je een lekker saus, toch? Ik ga nu smaak toevoegen. Beetje oestersaus. Beetje donkere sojasaus om die donkere kleur te krijgen. En een lichte sojasaus. Even proeven. Wel lekker pittig. Ik kan nog een beetje zout gebruiken. Peper. Een klein beetje suiker erin. Ja, dat is de smaak van zwarte bonen. Ik heb hier een maatbeker met een beetje koud water. Dan doe ik een beetje aardappelzetmeel bij. Want je moet natuurlijk die saus goed binden zometeen. Als je die saus iets langer laat sudderen, komt meer smaak uit de bonen. Dus ik ga nu een beetje fettuccine erin doen. Ik ga ze nu dik maken. Het vuur hoog zetten. Een beetje in het midden. Hier moet je altijd met hoge vuur doen. Nog niet. Een klein beetje erbij. Het is nu goed dik. En dan groenten en kipfilet erin. Als jij denkt van, oh, nu na de kip en groenten erin, dat je saus nog niet donker genoeg vindt. Dan kun je altijd nog een beetje donkere sojasaus erin doen. Lima bosuitjes erin. Nog een beetje rijstwijn. Sesamolie. Zo, eerlijk gezegd, ik ben al klaar. Makkelijk, hè? Kipfilet met zwarte bonensaus. Eet smakelijk. Als je mijn video leuk vindt, duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Dag. Bedankt voor het kijken. Wat een lief van mijn YouTube-kanaal.